Ik sta hier in de slikken van Flakey, achter het vogelkijkscherm. En de wind giert door die kijkgaten, dus de tranen staan in mijn ogen. Het is hartstikke koud ook. Het is echt bijna 0 graden. En het lijkt wel alsof het vriest. Een tijdje terug filmde ik hier een grote groep dodaars, toen was ik hier met Sjaak. En nu zitten die dodaars er nog steeds. En toen we aankwamen zaten ze ook heel dicht voor het scherm. Waren ze aan het duiken, ze aan het jagen. We hoorden hier ook de ijsvogel voorbij komen vliegen. En wat ik ook heel mooi vond, maar we hebben ze niet kunnen filmen, dat waren de goudvinken. Want een mannetje kwam overvliegen, we zagen echt die wijnrode borst. Die vloog daar verdween weer in het struweel. Daar in de verte loopt een grote zilverreiger. Ik zie daar een aalscholver, zijn vleugels staan droog. Er drijven wat meerkoeten op het water, een grote groep. Ja, en ik hoop dus op die ijsvogel dat hij hier nog voorbij komt en daar op die tak gaat zitten. Maar ja, we hebben hem al gezien, want toen we de auto parkeerden en de slikken inliepen, dan passeerde je een kreek en daar vloog al een ijsvogel op. En die landde daar op een tak langs dat kreekje. Ik heb hem op afstandje kunnen filmen. Maar goed, zo zie je dus hier overal in de slikken van Flakey kun je vogels zien. En nog bijzonder ook, van ijsvogel, goudvink, tot de groenpootruiter, dodaarsjes. En af en toe komt hier ook de zeearend overwieken. Nou ja, dat is echt spektakel, want dan gaat alles wat hier zit, vlucht weg, duikt onder water of vliegt op en verdwijnt in alle consternatie die dat veroorzaakt. Slikken van Flakey dus, een mooi natuurgebied om te bezoeken wanneer je op Flakey wil vogels kijken.